Bij graafwerkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier zijn langs de IJssel resten gevonden van een mogelijk koggerschip. Dat naar verwachting rond het jaar 1500 is gebouwd. We hebben hier de resten gevonden van een kogger, een handelsschip. Wat rond 1500 gebouwd is en ja, in de eerste halve eeuw daarna vergaan. Dus voor 1550 waarschijnlijk hier in de grond geraakt. Wat bijzonder is dat eigenlijk deze schepen die varen op dat moment over de Wereldzee. Deventer is dan echt een van de belangrijkste handelssteden van ons land. En het zijn deze schepen die handel hier naartoe brengen, die de handel naar de markt brengen. En waar eigenlijk Deventer de rijke stad van wordt en de stad van wordt die we nu zien. Dus ja, het maakt het heel bijzonder om zo'n schip ook echt te vinden. Tot nu toe hebben we heel veel afbeeldingen, schilderijen van de stad waar dit soort schepen op staan. We hebben eigenlijk nog nooit eerder zo'n schip bij Deventer gevonden. Voorafgaand aan het project kregen de werknemers een speciale training om fragmenten van archeologische waarde te herkennen. Omdat er al verwacht werd dat er archeologische vondsten boven water zouden komen. Dit schip is eigenlijk gevonden door de aannemer. We hebben hier van tevoren afgesproken dat eigenlijk alle machinisten die hier op de graafmachines zitten, dat die een soort korte cursus kregen over hoe moet ik scheepshout herkennen. Wat is nou typisch voor een schip en wanneer is het een boomstam? En eigenlijk op het moment dat ze iets vonden wat daarop leek, dan bellen ze het archeologisch bedrijf wat hier aan de gang is. En die komen eigenlijk kijken of er wat zit. Nou, meestal zijn het dan losse delen. Een plank hier, een balk daar. En hier bleek eigenlijk vrij snel dat er meer bij elkaar lag en dat er dus rekening gehouden moest worden met een heel schip. De gevonden onderdelen worden overgebracht naar een onderzoekscentrum in Lelystad, waar het schip verder in kaart wordt gebracht. Hiervoor, het gebogen deel, is een spand uit de constructie van het schip. Dat is eigenlijk het gebogen deel van het schip waar de planken tegenaan gespijkerd zaten. Wat hier verder ligt, al die eigenlijk vlakke planken met daardoorheen die ronde nagels, dat zijn de huiddelen van het schip, dus de buitenkant van het schip, ja, wat eigenlijk moest voorkomen dat er water doorkwam. En het aardige is, al die spijkers, al die nagels die daar doorheen zaten, die zie je nog. En je ziet aan de achterkant, hier zie je dat heel mooi, is dat die nagels die zijn weer kromgeslagen, zodat ze niet meer uit die plank konden vallen. Nou, een laatste fragment wat hier ligt, wat bijzonder is, is dit onderdeel. Dit is een stuk van de steven van het schip, dus de voorkant van het schip. En dat zien we hier heel goed. Dit is de voorzijde. En hier zitten weer de nagels en hier staat de schuin de planken van de steven aan, bevestigd. Zo weten we dus, dit is de voorkant van het schip die op zo'n manier in elkaar gezet is. Waar we bij zitten is waarschijnlijk een fragment van het roer aan de achterkant van het schip. Het zat vast aan de steven. Dit was het draaiende deel wat daar aan zat. En zoals hier zien we de resten van ijzer, een afdruk van ijzer, waar de pennen aan zaten waarmee dat roer kon draaien. Dat draaide eigenlijk zo in elkaar. En zo vinden we de stukken van dat roer vinden we terug. En zo is eigenlijk wat hier ligt, dat zijn allemaal houtfragmenten van het schip. Het zijn allemaal onderdelen. Ze liggen nu niet op volgorde. Je kunt er nu niet heel makkelijk een schip in herkennen. Maar alle onderdelen van de spanten tot de steven, tot de boeg. Eigenlijk al die delen die zijn aanwezig. En samen kunnen we er dus een soort beeld van krijgen hoe het schip eruit ziet. We weten inmiddels dat het een kogge is. Maar hoe precies en hoe groot en dat soort zaken. Ja, dat is echt werk wat we binnen gaan doen om eigenlijk een totaalplaatje van het schip te krijgen.